varkenssector heeft altijd zonder hulp de eigen broek op weten te houden. Maar nu de sector in een steeds diepere crisis raakt, neemt de roep om hulp van de politiek toe. Maar moet de politiek wel hulp geven of moet de crisis worden opgelost door de markt zelf? Hierover praat ik met VN Logistiek Nederland voorzitter Henk Bleker. Meneer Bleker, welkom. Dank u wel. Hoe kijkt u aan tegen de ontwikkelingen in de varkenssector? Nou, laat ik het zo zeggen. De varkenshouders die hebben op dit moment echt wel een bizar moeilijke periode. Omdat we eigenlijk te maken hebben met een periode waarin het te lang duurt dat die prijs laag is. Kijk, varkenshouders zijn gewend aan prijsfluctuaties. Ja. En het kan eens een keer 1, 2, 3 maanden rond de 1,30 of 1,25 of 1,35 zijn. Maar dan komt er ook wel weer een tijd dat hij naar de 1,50, 1,60, 1,70 per kilo voor slagvarkens stijgt. Maar dat duurt nu te lang. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de situatie binnen Europa. Dat we als Europese varkensproducenten, of nou Spanje, Duitsland, Polen, Denemarken, Nederland is, Frankrijk, minder afzet hebben door het sluiten van de grenzen door Rusland. En er zit ook wel een typisch Nederlands punt bij. Wij zijn als Nederland wel heel erg afhankelijk van de binnenlandse Europese markt, zeg maar. Dus we hebben eigenlijk waar het gaat om vlees, varkensvlees, hebben wij achterstand opgelopen ten opzichte van landen als bijvoorbeeld Spanje. Ja. Die eerder in staat waren om in Aziatische landen, in China, Zuid-Korea, Japan en ook in Zuid-Amerika, Mexico, varkensvlees te verkopen. En daar lopen wij een stukje achter en dat beginnen we nu ook te merken. Ja, in de Nederlandse varkenssector worden ook vaak geroepen van ja, de hoge kostprijs is daar een probleem in. De prijs is heel erg laag, aan de andere kant is de kostprijs hoog. In hoeverre vindt u dat probleem echt een excuus? Of? Ja, ik denk, er wordt wel gezegd, de kostprijs ligt bijvoorbeeld 16 cent hoger per kilo dan het gemiddelde in Europa, of dan concurrerende landen in Europa. Ja, voor een deel is dat een gegeven. Dat heeft met het feit te maken dat we in een dichtbevolkt land leven met veel dieren. Er moet veel geregeld worden, er moeten veel eisen worden voldaan. Moet onze mest, moeten we tegen betaling, moeten de varkenshouders dat afzetten. Dat is een deel van bedrijfsvoering in Nederland. Daarnaast zit dus er nog, zou je rekening mee moeten houden eigenlijk al? Ja, dat moet je als het ware zien op te vangen door kwaliteit en productiviteit. En er zitten nog een paar centen, die hebben meer te maken met wat ik noem vermijdbare kosten. Dat zijn relatief hoge keuringskosten in Nederland. Waar het gaat om export, waar het gaat om exportlevende dieren, waar het gaat om keuringskosten bij de slachterijen, export van vlees. Daar is Nederland verhoudingsgewijs, Nederlandse overheid verhoudingsgewijs duur. Dus wat mijn filosofie zou zijn, is probeer in ieder geval die vermijdbare extra kosten, probeer die terug te brengen. En als je dat hebt gedaan, dan moet je het overigens binnen die situatie redden als varkenshouders. Ja, maar als dat niet lukt, het is toch voor steeds meer varkenshouders een moeilijker verhaal om het wel te redden tegen die hogere kostprijs. Ondanks dat het dus een gegeven is. Als het dus dat niet lukt om het te redden, moet de politiek dan wel ingrijpen? Hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, daar ben ik zeer terughoudend in. Om te zeggen, wat zou de politiek moeten doen? Nou, vorige week bijvoorbeeld zijn er verschillende voorstellen gedaan in een overleg met Dijksma. Dat overleg is mislukt. Ik was erbij bij het overleg, ja. Er is ook gevraagd om verlaging van de keuringskosten, van de administratieve kosten. Daarvan heeft de staatssecretaris gezegd, daar wil ik eens naar kijken. We hebben als veel logistiek de afgelopen dagen dat is uitgerekend. Dan gaat het toch om veel geld, hè. Die paar centen maken toch een groot verschil. Ja, die maken een groot verschil. Een paar centen per kilo, dat maakt voor. Of je gelooft het exporteren van biggen kost gemiddeld 35, 40 cent per big. Als je dat halveert tot 20 cent of tot 15 cent, moet je kijken wat dat voor een vermeerderaar op jaarbasis aan besparingen oplevert. Dat gaat om hele grote bedragen. En zo zit dat ook bij in de slachterijen enzovoort. Dus ik vind wel dat het eerste wat er moet gebeuren is dat die vermijdbare overheidskosten, die moeten een stuk lager, die moeten gewoon naar het laagste niveau in Europa. Dat zou ik zeggen, dan ben je
Ja. Dan stel je je sector in staat om concurrerend te zijn. Ja, aan de ene kant worden daarmee dan de kosten voor bedrijven, voor vermeerderaars, voor varkenshouders verlaagd. Aan de andere kant versterkt het de concurrentiepositie, waardoor je misschien ook wat meer kan afzetten. Precies, en wij moeten echt, gezamenlijk als industrie, varkenshouders, handel, wij moeten echt als een veel meer als een geoliede machine, als een geoliede exportmachine werken. Mm-hmm. Dat doen de Spanjaarden en dat doen de waar het gaat om vlees en dat doen de Denen waar het gaat om levend materiaal, dus de biggen, beter dan wij. Wij zijn daar te verdeeld. Het is niet één geoliede exportmachine en die hebben we nodig. En hoe kan dat die exportmachine wel geolied worden? Nou, ik denk moet dat de politiek daar een rol in spelen of juist niet? Moet het echt vanuit de sector komen? Dat moet vanuit de sector komen. Je kunt dat als politiek, als overheid kan dat misschien wat ondersteunen. En soms moet je naar landen waar je nog geen markttoegang hebt, zoals China, of beperkte markttoegang. Daar heb je de overheid nodig. Maar als je eenmaal met vlees in een land binnen mag, ja, dan is het aan de industrie, de handel, de sector, om ervoor te zorgen dat die koek daar groot wordt. Mm-hmm. En dat iedereen dan vervolgens daar een stukje van krijgt. Ja. Maar ik denk echt, wij hebben op dat punt een achterstand opgelopen waar het gaat om export van varkensvlees ten opzichte van bijvoorbeeld Spanje. En dat heeft te maken met het feit dat daar veel strakker georganiseerd was als één machine optrad. Kijk, er wordt ook wel gezegd, dat hoor je soms in de politiek ook roepen van, ja, Nederland moet die moet een bepaald type varkensvlees exporteren. Het Holland varken wordt dat ook dan wel genoemd. Dat wordt ook wel in de sector genoemd. En het moet duurzaam en het moet dit. Ja, natuurlijk, het moet aan alle soort eisen voldoen. Maar let wel, varkensvlees is in een land als China, dat is gewoon varkensvlees. Ja. En het is zelfs zo, vlees wordt daar gezien als varkensvlees. Kijk, rundvlees is heel duur. Dus dat is wat men noemt, dat is een algemeen consumptiegoed. Mm-hmm. Net als brood. Ja, dus dan kun je wel in in concepten gaan denken, maar daar moet je echt zorgen. Wil je volume maken, dat je goed, veilig, goed geprijsd daar die markten benadert. En dat zijn massale markten qua omvang. En daar kom je dus niet met beter leven varkensvlees. Mm-hmm. Daar hebben ze daar echt voorlopig de komende 20 jaar nog geen behoefte aan. Dus dat is voor de Nederlandse en voor de West-Europese markt. Maar wil je, en dat moet, wil je buiten Europa echt een exportpositie verder uitbouwen, dan moet je gewoon met goed, simpelweg, recht toe recht aan varkensvlees komen. Niet te duur, veilig en als een exportmachine dat wegzetten in die landen. Ja, kan VN Logistiek Nederland daar ook nog een belangrijke rol in spelen? Nou, wij zijn eigenlijk vooral voor de export van het levend vee, hè, van livestock. Dus wij zijn vooral voor de export van biggen. Dus wij blazen ook mee waar het gaat om hoe we die exportmachine kunnen opzetten. Ja, hartelijk dank voor deze toelichting. Graag gedaan. Dit was Boerenbusiness TV.